Mijn naam is Gert-Jan Wilms. Ik ben manager Asset Management Services bij SKF. Met mijn groep van consultants helpen wij onze klanten en asset owners bij het behalen van de doelstellingen van hun installatie en een bedrijf. En gelinkt daaraan houden wij deze presentatie. De agenda voor vandaag. Vooraf neem ik jullie mee in een kleine introductie van het SKF AEO of procesmodel. We gaan kijken naar de SKF, de gefaseerde aanpak voor het opstarten van een maintenance strategy review. We gaan het hebben over asset management assessment, maintenance strategy review zelf natuurlijk. En een korte samenvatting aan het eind van deze presentatie. Takeaways aan het eind van deze presentatie zouden zijn dat aan het eind dat u meekrijgt weten waarom u een MSR zou moeten doen, wat de noodzaak van het denken is in risico's en hoe SKF een MSR aanpakt en faciliteert. Asset management en het AEO-model. Eigenlijk eventjes, jullie weten het allemaal, dus ik ga geen uitgebreid verhaal over asset management houden. Wat ik wel voor jullie heb, is even twee simpele definities van asset management. Asset management is een systematische benadering voor het beheren van, realiseren van waarde met die zaken waarover een groep of een entiteit de controle heeft gedurende hun gehele levenscyclus. Dat is eigenlijk een definitie die je vrij vaak tegenkomt. Een tweede die je vaak ziet is eentje die er erg op lijkt. Asset management is een systematisch proces van het ontwikkelen, opereren, onderhouden, verbeteren en uitbreiden en afbreken van assets op de meest kosteneffectieve manier. Inclusief alle kosten, risico's en prestatiekenmerken. Eigenlijk zie je in deze twee definities een aantal overeenkomsten zitten. Andere woorden, maar eigenlijk dezelfde inhoud. Beide spreken over een systematische benadering op een systematisch proces voor het beheren van assets gedurende een hele levenscyclus of het opereren, onderhouden, verbeteren en uitbreiden, afbreken van assets. Assets, zaken waarover een groep de entiteit de controle heeft. Eigenlijk zijn dat de facetten die wij op dit moment gaan benadrukken, gaan bespreken. Even in het algemeen, de asset management definitie volgens ISO 55.000 is eigenlijk een hele globale. Asset management is de gecoördineerde activiteit van een organisatie om waarde te realiseren uit activa. Redelijk beperkt lijkt ook in vele facetten wel op wat we hiervoor zagen, maar er zijn drie boekwerken over geschreven om het in zijn geheel nader te bepalen. Dat gaan we hier niet bespreken. De systematische benadering van asset management door SKF. Dat doen we eigenlijk op basis van het Asset Efficiency Optimization model, of het AEO model. Het is een model wat jaren geleden al ontwikkeld is op basis van de ervaringen van SKF en de asset management services groepen over de hele wereld. En wordt door ons gezien als een optimaal model om de efficiëntie te bereiken op basis van de bedrijfsdoelstellingen van onze klant. Het model bestaat eigenlijk uit een vijftal fases waar ik jullie even mee meeneem daardoorheen. Het begint eigenlijk met de strategize fase. Die fase wordt eigenlijk bepaald met welk doel het werk wordt uitgevoerd, welke risico's worden afgedekt. De business goals worden daarin meegenomen. De bedrijfsdoelstellingen worden daarin meegenomen. En daar worden op basis van risico's en reliability worden daar de plannen eigenlijk gedefinieerd. Het tweede onderdeel is de identify fase. Dat is de fase waarin de strategie in de praktijk gebracht wordt en bekeken wordt of de juiste prioriteiten gesteld worden. Daar worden de werkorders gegenereerd met hun prioriteiten. De derde fase is de control fase. Daarin wordt bekeken of het werk wordt georganiseerd zoals het moet. Of uitgevoerd moet worden. Dat is de planning en de werkvoorbereidingsfase. Inclusief de toevoeging van spare parts alignment.
standaard jobplans worden daarbij gebruikt. En als laatste in de lijn is het de execute fase, waarin gekeken wordt of het werk op de juiste manier wordt uitgevoerd of in één keer goed. In deze lijn doen we natuurlijk een heleboel ervaring op. Het is een procesmodel of informatiestroommodel waarop je het werk uitvoert. Maar uiteindelijk leer je een heleboel en in de optimize fase kun je alle kennis die je opdoet eigenlijk weer gebruiken om je processen en informatiestromen te verbeteren. Of met andere woorden, je leert van je ervaringen en zorgt dat het de volgende keer beter gaat. Dus je resultaten en ervaringen worden gebruikt om te leren en of te verbeteren. Dat is waar we kijken naar een balance scorecard onder andere, de root cause failure analysis als proces, statistical reliability analysis, de maintenance task optimization processen, eventueel aangevuld met hardware verbeteringen of technologie upgrades. Alles bij elkaar levert dat dus het Asset Efficiency Optimization model aan. Eigenlijk opgebouwd uit de ervaringen van SKF in de laatste 20 jaar. Voor de gefaseerde aanpak die hierna plaatsvindt voor de MSR, geef ik graag het woord aan Jan Hofman. Ja, dankjewel. Goed, mijn naam is Jan Hofman. Ik ben Asset Management Consultant bij SKF. En ik ga het tweede deel van deze presentatie voor mijn rekening nemen. En hierin gaat het met name over risico's en wat u eraan kunt doen. Om te beginnen de aanpak in verschillende fases. Maar daarvoor zal ik eerst even de strategie van SKF even kort toelichten. U kent ons waarschijnlijk van onze producten als lagers, seals, smeersystemen. U kent waarschijnlijk ook onze conditie monitoring oplossingen, maintenance products, opleidingen enzovoort. Maar onze belangrijkste propositie, vandaar daarom staat ook op nummer 1, is rotating equipment performance. Het woord zegt het al, we richten ons hierbij op het realiseren van de gewenste performance van installaties van asset owners. Dus geen losse producten, maar producten en diensten die afgestemd zijn op het behalen van optimale performance. We kijken dan naar het verhogen van de beschikbaarheid, het verlagen van de TCO. We kijken naar storingsvrije operatie. Allemaal typische asset management vraagstukken. Dat kan zover gaan dat SKF zelfs de volledige verantwoordelijkheid voor de performance van de installatie overneemt op basis van een maandelijkse fee. Als we even kijken naar de onderdelen van dat rotating equipment performance. Dit zijn de 5 belangrijkste onderdelen daarvan. Het begint met assess, dat je weet waar je kunt verbeteren. Waar je wilt verbeteren en maak een plan om te verbeteren. Stukje detect, dat gaat over alle mogelijkheden die we in huis hebben om potentieel falen te detecteren. Door trainingsmetingen, door alle andere apparatuur die we hebben om inspecties te doen. Met andere woorden, ken de status van je apparatuur en weet wanneer je in moet grijpen. Maintain, zorg voor een juiste onderhoudsstrategie op basis van de juiste uitvoering. Met de juiste gereedschappen, zorg voor continu verbeteren. Solve, dat gaat om oplossing van verstoring om herhalingen te voorkomen. Daar zitten onze application engineers, daar doen root cause failure analysis. En als laatste onderdeel van rotating equipment performance gaat over rebuild en dat gaat over het hergebruik van lagers. Daarover is dan al een aparte webinar gegeven, die kunt u vast ergens opzoeken. Dus niet de focus van vandaag. De focus van vandaag die ligt op de maintenance strategy review. Dat is een project om een onderhoudsstrategie te optimaliseren op basis van risico's. Maar voordat we een MSR-project starten, willen we er zeker van zijn dat het ook een succesvol project kan worden. Er zijn een aantal randvoorwaarden die eerst ingevuld of gerealiseerd moeten zijn voordat je goed kan starten met een maintenance strategy review. Dus om de huidige situatie in beeld te brengen, kunnen we eerst een assessment doen. Dat is natuurlijk niet verplicht, maar het helpt wel heel erg om de juiste aanpak te bepalen en om de beste resultaten op termijn te boeken. Het is een kleine inspanning voor u als asset owner en u heeft heel snel een verbeterplan klaar liggen. Daarna bij het hoofdstukje maintain. Past de juiste strategie toe, dat klopt. Maar dat gaat pas werken als je in staat bent om ook de taken die eruit voortkomen ook te implementeren in je CMMS. Om ze goed voor te bereiden, goed in te plannen en op de juiste manier uit te voeren. En continu te verbeteren.
Daarom besteden we ook hier even kort aandacht aan. En dit wordt vaak fix the basics genoemd of optimaliseren van je werkstroom. Maar zoals ik al zei, de eerste stap wat we eigenlijk moeten doen is een assessment. Om je verbeterpotentieel in beeld te brengen. Een assessment bij SKF heet een Client Needs Analysis. Dat is een assessment waarbij je inzicht krijgt in het verbeterpotentieel van een organisatie. En waardoor je de juiste keuzes kunt maken om het verbeterpotentieel optimaal te benutten. Het doel van het CNA is om te weten wat u kunt en wat u wilt verbeteren. Daarmee maken we ook weer gebruik van het Asset Efficiency Optimization model. We doen assessments zowel voor asset management als ook voor lubrication. Valt even buiten deze scope, maar ik noem het toch eventjes omdat het een niet onderschatte bijdrage levert aan de prestaties van de installatie. We hebben als SKF inmiddels meer dan 1600 CNA's uitgevoerd, wereldwijd, in alle bedrijfstakken. Daarvoor hebben we veel ervaring opgebouwd en heel veel vergelijkingsmateriaal opgebouwd wat we kunnen gebruiken als benchmark. En we hebben onze eigen software om dit allemaal te analyseren. De gegevens die je nodig heeft, of die wij nodig hebben voor de CNA, worden verzameld door middel van interviews op uw locatie met u en uw medewerkers. En de consultants van SKF komen hiervoor een dagje naar uw locatie. In totaal worden 40 onderwerpen behandeld, worden 40 vragen gesteld, verdeeld over de 5 facetten van het IO-proces. En dat resulteert in totaal in 40 KPI's. Naast deze 40 vragen stellen we ook nog een aantal vragen over de doelstelling van het bedrijf, de grootste kansen, risico's, bedreigingen die u ziet voor de komende tijd. De antwoorden op de 40 vragen worden door onze eigen software geanalyseerd en per vraag ingedeeld naar maintenance maturiteit. Hier zit hier het maintenance maturity model zoals we dat binnen SKF handhaven. We zien daar 4 fases van maturiteit: firefighting, maintaining, promoting en innovating. Dus dat is het stuk waar ik het lijntje mee getrokken heb. Als je even kijkt naar firefighting bijvoorbeeld, dan is het drijfveer is het helpen van storingen. Wat je daarvoor terugkrijgt als beloning is eigenlijk dat je veel overwerk hebt, want het is allemaal niet planbaar, het wordt allemaal heel onverwacht, en je hebt een reactief gedrag. Als je doorgroeit, als je gaat stabiliseren richting de maintaining fase, dan ben je bezig om storingen te voorkomen. En wat je daarvoor terugkrijgt is dat je minder verrassingen krijgt, geen is een groot woord, maar in ieder geval minder. En je gedrag is gericht op beheersing. Zo kan je door de hele pijl heen lopen. Uiteindelijk het doel voor veel bedrijven natuurlijk is om world class te worden. Waarbij je gericht bent op groei. Een efficiënte organisatie hebt. Maar dat je een lerende organisatie hebt. Nu, de antwoorden op die 40 vragen. Kunnen ofwel world class zijn. Of firefighting, en dat kan heel divers zijn. Die 40 vragen, als je je pijltje bij zou zetten, dan krijg je op 40 verschillende plekken krijg je een pijltje. Dat is vaak afhankelijk van de historie van je bedrijf, van de prioriteiten, financiële mogelijkheden of organisatorische mogelijkheden. Daarnaast vergelijken we de resultaten, dus vergelijken we scoren met de benchmark van je bedrijfstak. En als alle resultaten bekend zijn, dan zetten we die in de grafiek en dan krijgen we de bekende spider. Die ziet u hier links. Op het cirkel ziet u de nummers van de 40 vragen. Onderverdeeld in eerst vragen over 10 vragen over medische strategie, 10 vragen over work identification, 10 over work control, 8 over execution en 2 over optimize. Dat zijn die 5 facetten weer van het IO-model. De cirkels die u ziet, de rode cirkel betekent firefighting. De gele cirkel is maintaining, de groene cirkel is promoting en de blauwe cirkel is innovating. Je ziet in dit plaatje, de blauwe lijn is de benchmark, het gemiddelde van de bedrijfstak. En de rood is in dit geval de score van een bepaald bedrijf. Hierbij kunt u dus zien voor elke vraag, voor elk facet, hoe de score is. Daarnaast leveren we in de rapportage nog een heleboel. Nog heel veel grafieken, maar het voert iets te ver om er nu op in te gaan. Waar het eigenlijk om gaat, is als we de analyse voltooid hebben en de resultaten zijn klaar, dan wordt dit gerapporteerd en we doen er een roadmap bij. En op basis van dingen die u kunt verbeteren en uit gesprekken hopen we ook te kunnen filteren wat u wilt verbeteren, welke ruimte u heeft om te verbeteren, stellen wij een roadmap op. En dit is een plan waarmee u aan de slag kan gaan. En op basis hiervan kunnen we ook kijken welke ruimte er is, of het heel zinvol is om een meta-strategy review te doen, of dat we beter de energie kunnen richten op andere zaken.
Even ter illustratie. Sorry, eentje te ver. Wat wij geleerd hebben van die 1700 Chinees die we uitgevoerd hebben. Dit is één vraag. Dit is vraag 9. Waar staat die? Gaat over de Mating Strategy. We zien dat maar een klein gedeelte van de bedrijven heeft een onderhoudsstrategie die op risico gebaseerd is. Dat betekent niet dat je overal meteen een RCM-analyse op moet gaan doen. Maar het gaat om de vraag of er nagedacht is over het risico van falen van equipment. En of de onderhoudsstrategie daarvoor is afgestemd. We zien dat, dus dat het wereldwijd dat er nog heel veel ruimte is om dat te verbeteren. En dat maar 10% van de bedrijven eigenlijk het helemaal op orde heeft. Dit klopt ook wel met het beeld wat wij in Nederland zien. Als ik even kijk naar de invloed van een goede strategie op de score van de CNA. Bij vraag 9 hier, daar zit de strategie. Als je daar een verbetering aan brengt, zie je ook meteen dat het risico vermindert. Dat zie je niet terug in de score. Wat je wel meteen terug ziet, is dat onderhoudskosten daarvoor dalen op termijn. Op korte termijn kunnen ze best hoger worden, doordat je meer preventief gaat doen. Maar op termijn dalen de onderhoudskosten, omdat je minder storingen hebt. Een strategie draagt bij om het op voorraad te hebben van de juiste spares. Onderdelen die je niet nodig hebt, die komen bovendrijven. En dingen die je echt nodig hebt, die komen ook naar voren toe. Gatekeeping wordt beter, omdat je prioriteit hebt. Je weet welke installatie kritisch is. De toestand van de assets, die kan duidelijk verbeterd worden, doordat je de juiste inspecties gaat doen, en juiste inspectiemethodes en de juiste inspectiemiddelen toe gaat passen. Planning wordt beter, omdat je goede informatie hebt, en je hebt goede prioriteitsstelling. Je weet ook hoe lang de taak gaat duren, dus je kan je werk beter indelen. Bij een onderhoudsstrategie maken we ook meteen werkinstructies. Daar stijgen we een stukje ook. Daar neemt de kwaliteit van je uitvoering neemt toe. Als je een goede strategie maakt, dan zie je als je ergens training nodig hebt, als bepaalde vaardigheden niet in huis zijn en je hebt ze wel nodig, dan kan je er training voor inzetten. Wij gaan ervan uit dat je de loop altijd moet sluiten, dus closing the loop noemen we dat. Als je die strategie helemaal doorvoert, dan gaat ook het laatste stukje, het continu verbeteren, zie je een sprong maken. Dus goede strategie heeft niet alleen effect op een strategie, maar je ziet dat dan de score in de hele spider zie je wat uitdijen. Goed, maar eerst moet je iets voor elkaar hebben voordat je goed kan starten met een maintenance strategy review. Elk bedrijf kan ik in principe een op risico gebaseerde onderhoudsstrategie ontwikkelen. Het is alleen de vraag of je daar al meteen naartoe bent. We zien vaak als resultaat van het strategieproject dat er honderden nieuwe taken in SAP of in Ultimo staan. Allemaal noodzakelijke taken, maar is er wel capaciteit genoeg en tijd genoeg om al die taken uit te voeren? Vaak zie je het hier vastlopen. Dan blijft een bedrijf zitten met een enorme stapel taken in SAP of in Ultimo. En er gebeurt niks mee. Het is natuurlijk doodzonde voor zo'n project. Dan heb je een hoop geld geïnvesteerd en heel veel tijd geïnvesteerd. En er gebeurt niks mee of er gebeurt weinig mee. Het is beter om je van tevoren even af te vragen van ben ik er wel aan toe? Of moet ik eerst andere zaken in mijn organisatie verbeteren? We zien bijvoorbeeld heel veel bedrijven waar heel veel ongeplande stilstand is. Er is weinig tijd voor preventief en al helemaal geen capaciteit om een onderhoudsstrategieproject te doen. Daar moet je dus ook niet mee beginnen. Bij deze bedrijven is veel meer winst te behalen door eerst ruimte te maken om de werkstroom op orde te brengen. Om je CMS op orde te brengen, werkprocessen te structureren, storing te registreren, enzovoort, enzovoort. Dat zijn relatief eenvoudige verbeteringen die op korte termijn veel op kunnen leveren in tijd en ook in geld. Daardoor komt de rust in de tent doordat het aantal storingen afneemt. En op deze manier leg je ook al meteen de eerste bouwstenen voor een optimale onderhoudsstrategie. Want vanuit historie en ervaring en vooral door het analyseren van storingen, dus door het uitvoeren van RCA's, daar komen verbeteracties uit en meestal ook onderhoudstaken die je ook alweer vastlegt. Dus dan bouw je eigenlijk vanuit de historie bouw je al de eerste hoekstenen op voor je onderhoudsstrategie. Even ons advies voor fixing the basics, iets wat je eigenlijk voor elkaar zou moeten hebben voordat je gaat starten met de maintenance strategy review. Het is zorgen dat je assetregister of je objectstructuur in de CMS op orde hebt. Dus alle assets tot op het juiste moment, tot op het juiste niveau van decompositie in je CMS. Meestal zijn het rond de 5 niveaus, waarbij het laagste niveau maintainen van item is. Wij noemen dat assets.
Van groot belang is dat een asset snel gevonden kan worden, zodat je, als je storingsmelding hebt, dat je meteen bij de juiste assets terecht kan komen. Ik denk dat allemaal we weten van monteurs die mopperen als ze niet snel een goed niveau kunnen vinden, dan wordt het ergens weer ergens op een verkeerde plek, plek neergezet. En daar heb je later heel veel last van. Ook belangrijk dat, dat de monteurs heel snel aan de juiste informatie en documentatie kunnen komen. Denk maar even dat ze snel weer storing kunnen opzoeken in volgende storing. En ook resultaten van condition-based maintenance, zoals inspectie en trillingsmeting bijvoorbeeld, die moeten op het juiste niveau verwerkt kunnen worden. Dus zorg ervoor dat je assetstructuur op orde is. Dan even naar het schema. Dit proces is eigenlijk wat je voor elkaar zou willen hebben als je werkstroom goed loopt. Links zie je cost drivers, rechts performance killers. De cost drivers, dat zijn assets of installaties waar veel tijd en geld naartoe gaat om ze draaiende te houden. Een voorwaarde om deze dingen te kunnen vinden is natuurlijk dat je voldoende informatie vastlegt in je CMMS. De besteden uren, kosten van verbruikte materialen, kosten van derden enzovoort. Aan de andere kant hebben we de performance killers, ook als bad actors genoemd. Dit zijn assets of installaties die verliezen veroorzaken door veel stilstand, kwaliteitsproblemen, of zodat ze ervoor zorgen dat de snelheid van de lijn wordt beperkt. Hiervoor heb je natuurlijk informatie nodig uit je productiesysteem. Vervolgens kan je met een Pareto-analyse een top 10 of iets anders opstellen. En vervolgens kan je de oorzaken van deze cost drivers en performance killers door middel van een RCA-proces gaan analyseren. Ook hiervoor is het van belang dat je voldoende detailinformatie beschikbaar hebt over gebeurtenissen en uitgevoerde werkzaamheden. Dus ook hier weer het belang van de juiste vastlegging van gegevens. Uit het RCA komen verbetervoorstellen. Dat kunnen technische verbeteringen zijn. We zien vaak ook betere instructies, opleidingen, aanpassingen in het proces of preventief onderhoudstaken natuurlijk. Zorg dat er een MOC-proces is, dat je veranderingen beheerst en gedocumenteerd worden. En heel veel aandacht vervolgens voor het implementeren van de verandering en voor het bewaken van de resultaten. Dan hebben we de juiste maatregelen getroffen. Deze stap die wordt vaak vergeten. Vaak houdt een proces op bij het bedenken van oplossingen, maar juist die terugmelding, dat is essentieel om daarmee om goede resultaten te houden. Dus dat is over even fixing the basics. Dit is volgens ons het stukje wat je eigenlijk gewoon ingericht moet hebben om echt maximaal resultaat van MSR te kunnen krijgen. Goed, dan gaan we nu even over naar de maintenance strategy zelf. Wat is een MSR? Asset management is risicomanagement plus maintenance management. En asset management is het vinden van een optimum tussen risico, performance en kosten. Laten we nu even kijken. We gaan eerst kijken met een MSR. We gaan eerst kijken wat zijn nou potentiële risico's voor het behalen van uw bedrijfsdoelstelling. Je moet eerst een beeld brengen. We kunnen niet alleen kijken naar storing uit het verleden, maar we moeten vooral kijken wat er in de toekomst mis zou kunnen gaan. Dat zijn je potentiële risico's. Dus dat is een stukje risicomanagement. Dan krijg je een stukje maintenance management. En dat gaat eigenlijk om de risico's te mitigeren. Moet je de juiste taken doen. Je moet ervoor zorgen dat onderhoudstaken die je doet ook echt zinvol zijn. Elke taak moet een risico afdekken. En de kosten van die taak moeten in verhouding staan tot het risico dat ze afdekken. En dan hebben we nog de taken juist doen. Dat betekent de juiste middelen, kennis en kunde, zodat het in één keer goed gaat. Dus juiste taakomschrijving en juiste werkinstructies. Dus dat we geen rework hebben, maar dat het werk in één keer goed overgedragen wordt aan de productie. Als je kijkt naar het schuurtje naast, je ziet dat risk-based maintenance in totaal de laagste kosten met zich meebrengt. Dat komt door als je te veel of juist te weinig preventief onderhoud doet, dus niet de juiste taken, dan brengt het hogere kosten met zich mee. Als je te weinig doet, dan heb je veel stilstand. En we weten allemaal dat correctief onderhoud is ongeveer 3 tot 5 keer zo duur als preventief onderhoud. Doe je het wel preventief, dan sta je weer te veel stil om onderhoud te doen. Dan heb je geen tijd om te produceren, zeg maar. En daarnaast introduceer je ook altijd wel wat fouten als je veel onderhoud doet. Niet alleen kinderziektes, maar er worden altijd wel ergens foutjes gemaakt. Dus het is zoeken naar het optimum. En het optimum vind je altijd door je onderhoud, de onderhoud op basis van risico's te gaan definiëren. Een MSR, zoals wij die doen, die bestaat uit 3 delen.
De eerste fase is bepalen wat belangrijk is. We bepalen wat, eerst wat de meest kritische installaties zijn. En daarna welke faalvormen, failure modes, een groot risico vormen voor het behalen van die doelstelling. Vervolgens kijken we wat er aan gedaan kan worden om de kans van optreden te verminderen, dus de preventie, of om de gevolgen van de storing te verminderen, bijvoorbeeld de spare part neerleggen. Die eerste twee stappen die voeren we altijd direct achter elkaar aan en dat noemen wij dan de FMEC RCM-analyse. Vervolgens gaan we de nieuwe taken in de praktijk brengen, uitvoeringen en ervaringen terugmelden, zodat het een geheel, een levend geheel blijft en geen eenmalige actie wordt. Ik ga nu in de komende sheets even op elke stap wat meer in detail in. We beginnen linksbovenaan bij de bedrijfsdoelstellingen. Want een op risico gebaseerde onderzoeksstrategie begint met het formuleren van je bedrijfsdoelstellingen. Die vormen de basis voor de risicomatrix die daarnaast staat. De risicomatrix, als u die nog niet heeft, dan kunnen wij u helpen om die op te stellen. Dat is sowieso een heel handig instrument om in huis te hebben, want je kan er voor meerdere doeleinden toepassen. Vervolgens doen we een quick risk analyse. Een quick risk analyse heb je nodig. In principe is elke installatie in uw fabriek is kritisch, anders kan je hem net zo goed opruimen, dan heb je hem niet nodig. Het verschil in criticaliteit zit hem vooral in de effecten van de storing op de bedrijfsvoering en in de kans van optreden. We doen een quick risk analyse altijd op niveau van unit of van procesfuncties. Meestal dat is net een niveau boven je assets of je equipment. We kijken dan niet naar de oorzaak, maar we kijken naar de effecten en de kans van optreden. Waarbij we vanuit gaan van een worst case, maar wel een realistisch scenario met effecten voor veiligheid, milieu, stilstand. Dus eigenlijk alle effecten die in de matrix zijn genoemd. Alleen van quick risk analyse kunnen we de risicomatrix niet gebruiken. Omdat storingen met voor het gevolg voor veiligheid en milieu moeten altijd hoog kritisch zijn bij een quick risk analyse. Dat komt er niet overeen met je risicomatrix. We hebben daar een andere methode voor om die klassificatie te maken. We gebruiken meestal een ABC klassificatie, hoog, midden, laag. Vrij algemeen gebruikelijk. Installaties waarbij storingen voor kunnen komen die gevolgen hebben voor veiligheid, ernstige gevolgen voor milieu en bijvoorbeeld reputatie, zijn altijd hoog of kritisch. Dat betalen wordt natuurlijk in overleg met u, worden daar de grenzen voor gedefinieerd. En we gebruiken een beslissingsschema om de criticaliteit van een unit of van een procesfunctie te bepalen. Als een unit als geheel midden of laag kritisch is, dan is het niet nodig om daar een volledige FMEC-RCM-analyse op los te laten. Dat kost je veel te veel tijd en energie. Die kan volstaan worden met verplicht onderhoud, wat door de wetgever wordt opgelegd of door een leverancier. Smeerwerkzaamheden en eerste lijns onderhoud. We zien vaak dat smeren wordt vaak bij eerste lijns onderhoud gevoegd, maar wij zien smeren als dermate belangrijk dat we het even apart noemen. We hebben zelfs een aparte lubrication assessment, omdat we zien dat er zoveel storingen voorkomen kunnen worden en heel veel kosten kunnen bespaard door goed smeermanagement, dat we het even apart willen noemen. Hoogkritische installaties, daarop gaan we een FMEC-analyse doen om de criticaliteit van potentiële storingen te bepalen. We kijken natuurlijk ook naar storingen die eerder voorgekomen zijn, die gaan ook mee in de analyse. Maar het is juist belangrijk om te kijken naar potentiële storingen, van wat zou er mis kunnen gaan, wat we nog niet hebben meegemaakt. We zijn erbij kritisch, maar je moet ook wel realistisch blijven. Even als voorbeeld, gevaar van buiten nemen we mee als het een reëel gevaar is. Ik heb meegemaakt bij een installatie die ergens op de hoek van de weg stond, dat een vrachtwagen mag over stuur verloren was en die is in die installatie gereden. Dat is dus een potentieel gevaar en dat zou je op kunnen lossen door een aanrijdingbeveiliging neer te zetten. Een lekkage door een dak is er ook zo eentje. Komt vaak voor dat het niet meegenomen wordt in installaties of in analyses. Vervolgens heb je een lekkage aan je dak, loopt er water in je installaties en heb je een week stilstand. Dus en neem alles mee wat een potentieel gevaar oplevert voor je installaties, maar blijf wel reëel. Let ook op bedieningsfouten. Er komt geen onderhoudstaak uit, maar misschien wel een andere bedieningsinstructie. Ik loop eerst even kort door de stappen van de FMEC-analyse heen. Dus de zwart of donkerblauwe stappen die u ernaast ziet. Deze zijn aangepast naar RCM3,
Maar we kunnen het ook in SCM2 doen. Dat maakt niet zo gek voor uit. De eerste stap, daarin beschrijven we de functies van het asset. Een asset behoeft altijd, een primaire functie. Dat is dat u wil dat het asset doet, of dat de machine doet. En heeft nog secundaire functies. Daarin beschrijven we vaak wat hij niet mag doen. Dat hij bijvoorbeeld niet mag lekken. In de functie zelf omschrijven we vaak ook, als het voor een pomp gaat, wat de opbrengst precies moet zijn. Als die onder een bepaalde grens duikt, dan praat je ook van een storing. Volgende stap, de failed state. Dat is eigenlijk als die niet meer doet wat je ervan verwacht. Dus als hij te veel doet, of te weinig, of helemaal niks, of als die lekt, dan beschrijf je in de failed state beschrijf je welke staat je niet wil hebben. Vervolgens krijg je de failure cause en het failure mechanisme. Dat is dus de oorzaak en de mechanisme. Vooral het mechanisme is belangrijk, want daar richt je later je onderhoudstaak op. Vervolgens failure effect. Heel belangrijk, daarin gaan we gegevens verzamelen die nodig zijn om de gevolgen van een storing te kunnen beoordelen. Wat gebeurt er als de storing optreedt? Welke signalen komen er binnen? Wie ziet het? Zie je het in de controlekamer? Of komt er ook uit? Hoe merk je op dat die storing er is? Heeft het gevolgen voor veiligheid of voor milieu? Heeft het effect op de productie of bedrijfsvoering? Ontstaat er fysieke schade? En ook wat is er nodig om de functie weer te herstellen? Dit kunnen ze in risicomatisch aangeven wat het effect is op de bedrijfsdoelstellingen. En dan is de vraag van, is de storing van belang? Wat zijn de effecten van de storing? Volgende vraag is van, hoe groot is het interval tussen twee storingen? Is er een reële kans dat deze storing optreedt? We zien soms storingen die hebben een heel klein effect, maar komen elke maand terug. Ze zijn daardoor verschrikkelijk irritant. Maar er zijn de storingen die verwacht misschien één keer 100 jaar. Je kunt er wel een groot effect hebben, maar hoef je minder energie in te stoppen om te voorkomen, omdat de kans zo klein is. Vervolgens stoppen we deze informatie dus in de risicomatrix en daarmee heb je eindelijk de criticaliteit al bepaald van deze storing. Dan gaan we naar de volgende stap, dan gaan we kijken wat er van belang is. In de bovenste plaatje heb ik even de criticaliteit van de storing ingetekend. In dit geval valt u dus in het rood. We zien hier zo bij deze MTBF, dus bij deze waarschijnlijkheid. En echt op deze balk zitten de effecten op de bedrijfsdoelstellingen. Het geeft bij elkaar een score op dit punt. Vervolgens gaan we naar het hoofdstuk taakselectie. Daarvoor gebruiken wij een klein beslissingsdiagrammetje. Dat lijkt een beetje op het RCM-diagram, maar we hebben hem ietsje praktischer gemaakt. U loopt even snel doorheen. De eerste vraag is het een verborgen storing? Dus een storing die onder normale bedrijfsomstandigheden niet wordt opgemerkt. Voor de veiligheidsvoorzieningen. Die heb je geen idee van of ze kapot zijn op het moment. Pas op het moment dat je nodig hebt, merk je dat. De volgende vraag is er een indicator? Dus is er een condition indicator beschikbaar? Dus wordt er een meetbare parameter waarmee de conditie van het equipment kan beschrijven? Dan zou je failure finding kunnen doen. Failure finding moet je altijd doen, je moet altijd testen. Als je ook nog een indicator hebt, dan kan je nog iets van condition monitoring doen. Dat testen moet je sowieso altijd doen. Denk maar even rookmelders of veiligheidsvoorzieningen moet ook al periodiek getest worden. De frequentie waarmee er getest moet worden, die kunnen wij voor u uitrekenen. Volgende vraag is of de storing critical, of die kritisch is of niet. Nou, die wordt door de matrix direct ingevuld in onze software. Als die niet kritisch is, dan kan je meteen naar run to failure, dus storingsonderhoud. Je kan er nog kijken of er een kosteneffectieve taak voor bedacht moet worden. Maar voor de rest, als het niet kritisch is, niet te veel energie in stop. Volgende vraag is of die failure age related is. Dus of de storing een relatie heeft met leeftijd, met gebruiksduur, met kilometers of een andere parameter. Even kijken dan naar de foutkarakteristieken zoals u ziet in het schemaatje helemaal links. We weten allemaal dat 80% van de storing heeft niks met leeftijd of met gebruiksduur te maken, maar is een random failure. Volgende vraag is of een indicator beschikbaar is. Weer hetzelfde als de vraag ervoor. Is er iets meetbaar waarmee je een toestand voorspellende grootheid, waarmee je dus de conditie kan bewaken? Als die er is, dan komt er nog een vraag of je een constant failure interval hebt. Zo niet, dan doe je condition-based maintenance. Anders zou je scheduled maintenance kunnen doen. Dus periodiek vervangen van een bepaald onderdeel of periodiek een bepaalde handeling verrichten.
Wij geven de voorkeur aan condition-based maintenance, omdat je dan meestal precies op tijd bent en geen resterende levensduur weggooit. Dus op deze manier komen we uiteindelijk tot het taakadvies. Je kan hier om verschillende redenen altijd van afwijken als je dat zou willen natuurlijk. Er zijn verstoringen die wel kritisch zijn, maar die in het gele of oranje gebied vallen. Dan kan je afvragen of de taak de moeite waard is. Dus altijd even kijken, staan de kosten van de taak in verhouding tot het risico wat je ermee afdekt. Volgende stap is de taakspecificatie. We definiëren preventieve taken en correctieve taken met een spare part. Kijken we eerst even naar de preventieve taken. In de preventieve taak schrijf dan goed op wat er precies moet gebeuren bij het uitvoeren. Bijvoorbeeld een trillingsmeting of een lager of bij een visuele inspectie op een lekkage van een ziel. Wees hier specifiek in. Ik zie vaak worden dat staat er een inspectietaak van de pomp. Staat er een inspecteerde pomp. En wat moet je dan inspecteren? Je moet de monteur duidelijke instructies geven waar hij precies naar moet kijken. Het moet ook moet gewoon meetbaar zijn. Wanneer is het goed en wanneer is het niet goed? Vervolgens bepalen we de frequentie van de taak. Hiervoor is de MTBF toe belangrijk en maken we gebruik van de PF-curve en indien nodig andere methodes voor het berekenen van de juiste frequentie. Vervolgens geven we nog aan wie de taak en wie de vakdiscipline uit gaat voeren. In ons softwareprogramma AMST kunnen we nog veel meer taakdetails aangeven. We geven correctieve taken aan. Het is alsof er geen preventieve taak bedacht kan worden. Dan in de modificatie ook niet zinvol is. Dan kan je de gevolgen van een storing kan je nog beperken door een critical spare part aan te schaffen. En voor de goede reparatiehandleiding te leggen. Ik heb hier even een klein stukje van de matrix uitvergroot. Als je voor de inspectietaak doet, dan zie je het zwarte bolletje van rechts naar links verschuiven. Door een inspectietaak verklein je de kans op optreden, dus daardoor wordt de MTBF eigenlijk groter. Dus dan gaat hij van rechts naar links, dan ben je in één keer uit het kritieke gebied. Als je een spare part neerlegt, dan ga je een lijntje omhoog, want dan blijft de kans van optreden blijft net zo groot. Alleen je kan de gevolgen, bijvoorbeeld stilstandkosten of stilstandsduur, kan je aanmerkelijk verkleinen doordat je een spare part hebt liggen. Dus op die manier proberen we alle storingen die in ieder geval in het rode gebied komen, proberen we te mitigeren, noemen we dat dan, naar een minder kritiek deel. Als je een modificatie doet, dan verdwijnt deze hele punt, want krijg je een nieuwe installatie, die moet je dan weer opnieuw gaan beoordelen. Tot zover de eerste twee stappen, wat belangrijk is en wat er gedaan moet worden. De volgende stap gaan we kijken naar het implementeren. De eerste stap wat we doen is vergelijken met bestaande taken uit SAP of uit Ultimo of welk programma ook. Daarmee kan je zien of de taken afvallen. Vaak zien we dat er is voor heel veel inspectietaken niet meer nodig zijn volgens het nieuwe programma. En je ziet welke taken erbij gevoegd moeten worden. In een stukje Word Packaging gaan we werkpakketten maken. Dat kan op basis van frequentie, uitvoerende discipline, uitbestedingen, noem maar op. Dan kun je zelf een keuze maken welke werkpakketten je samenstelt. Vervolgens exporteren we de data naar CMS, naar SAP of welk ander programma. Dan vervolgens implementatie. Zoals eerder aangegeven, dit is natuurlijk een essentieel onderdeel. Veel projecten zie je hier stranden. Dan gaan de taken zijn geëxporteerd. Dan gaat de consultant de deur uit. En ja, dan begint het eigenlijk pas. Het is heel belangrijk om hier zeg maar klein te beginnen. Om een beetje behapbaar project te hebben en een goede kans van slagen te hebben. Zorg er ook voor dat je bij elke taak aangegeven hebt welk risico hiermee afgedekt wordt. Niet alleen voor de veiligheidsrisico's, maar ook voor andere risico's. Als er op een taak staat van inspecteer dit ziel op lekkage, vul dan ook bij dat je dit doet om te voorkomen dat, nou, vul maar een bepaald risico in. Dat helpt, het geeft buy-in van de monteurs en ze gaan meedenken. Dat is uiteindelijk wat je wil. Je wil continu gaan verbeteren en dat begint bij de ervaringen en vooral bij de terugmelding van de monteurs. Dus hoe meer je ze bij dit hele project betrekt en hoe meer je ze het idee geeft dat ze duidelijk bezig zijn met het reduceren van risico's, merk je ook in de praktijk dat ze daarover mee gaan denken. Goed, dit hele proces, daarvoor hebben wij onze eigen software in gebruik. Dat heet AMST, Asset Management Support Tool. Je ziet hier maar één van de schermen van AMST. Er zijn nog veel meer schermen. Maar ik pak alleen even het belangrijkste scherm. Omdat we de complete analyse doen in één enkel scherm. Dat maakt het ontzettend overzichtelijk en dat werkt heel prettig en heel snel. Het is niet het meest moderne scherm.
Er komt binnenkort een update met een meer modernere look en feel. Maar de functionaliteit die blijft eigenlijk hetzelfde, want die wordt voor heel veel gebruikers en ook door ons zelf als consultants als heel erg positief ervaren. Ik loop even kort door de stappen heen. Dat is eigenlijk een samenvatting van wat we straks gedaan hebben. Het begint natuurlijk hier met een asset te kiezen. Die asset heeft een functie. Dat is wel een apart tabblad. Daar kunnen we heel veel informatie kwijt over de asset zelf en over de functies. Vervolgens vullen we hier de failed state vullen we in. Vervolgens de failure cause. En daar het failure mechanism. En dan de MTBF. En hier beschrijven we ook de effecten van hoe wordt het gemeld, wie ziet het enzovoort. Die effecten die gaan we scoren in de risicomatrix. Dan kijken wat zijn de effecten op de bedrijfsdoelstellingen. Dan praten we over consequenties. En we kijken welke storing, wat is de kans van optreden, de likelihood. Bij elkaar vormt dit dus de criticaliteit van de storing. De volgende stap is om daar een juiste strategie te hebben. Een juiste onderhoudstaak mee te bedenken om het risico te mitigeren. En lukt dat niet, dan kunnen we nog een spare part bedenken. Dat bij elkaar zorgt dus voor een nieuwe criticaliteit. We hebben daar ook een before en een after matrix voor. Vervolgens gaan de taken, daar kunnen we een export van maken, met alle taken. En die export kunnen we dan exporteren naar SAP. Even in een vogelvlucht erdoorheen. Ik snap dat het heel snel gaat. U kunt het altijd even nalezen natuurlijk in de presentatie. We zijn ook altijd gaarne bereid om hier meer vragen over te geven. Om vragen over te beantwoorden of een keer een demonstratie te geven. Hoe ons programma werkt en wat u ermee kunt doen. Wij gebruiken het programma zelf. U kunt het zelf ook kopen. En in principe gewoon zelf gebruiken. Wat onderscheidt ons nu nog meer? Als aanpak. Als je kijkt naar de klassieke RCM aanpak, dan zien we dat gedaan wordt door een team van de klant onder leiding of met de ondersteuning van een consultant. Het geeft wel veel betrokkenheid van een organisatie, maar het is vaak niet effectief. Het kost ook veel tijd van de organisatie en we zien dat vaak sessies worden geannuleerd, waar de medewerkers urgent hun werkzaamheden moeten doen of dat ze afhaken omdat ze er genoeg van hebben. Dus logisch, het is best een taaie klus voor als je het niet gewend bent om te doen. Daarom duren dit soort projecten vaak lang en worden ze soms niet afgemaakt. Deze manier van werken zie je dus in de linker grafiek. Maar het kan ook anders. We hebben geleerd dat het slimmer kan. En onze aanpak is meer gericht op het ontzorgen van de asset owner. Bij de start van het project worden alle betrokken medewerkers geïnstrueerd. En doen we gezamenlijk een aantal FMECA, RCM-analyses. Zodat de werkwijze voor iedereen bekend is. En vervolgens gaan onze consultants aan de slag om de analyses uit te voeren en om de optimale onderhoudstaak en spare parts te bepalen. En de resultaten worden hiervan in de vorm van een review report aan de asset owner toegestuurd en vervolgens lopen we gezamenlijk door de opmerkingen heen. Variant hiervoor kunnen bijvoorbeeld ook de meest kritische installaties gezamenlijk doorlopen. Maar het gaat erom dat er op deze manier minder tijd gevraagd wordt van uw medewerkers. Het gevolg is dat de doorlooptijd van een project korter wordt, er wordt minder inspanning van de asset owner gevraagd en het project leidt tot veel sneller resultaat. Een andere optimalisatie die we gedaan hebben. Je ziet hier de klassieke RCM-aanpak is om een complete analyse te doen van de hele fabriek. Stapje 1. Dit zie je niet veel meer. Iedereen heeft wel door van dit doen we niet. Als je een vliegtuig analyseert doen we dit nog wel. Maar de meeste van ons zullen niet in die branche zitten waarschijnlijk. Dus die hebben dit al lang opgegeven, deze methode. Een verbetering is natuurlijk om risk-based maintenance te doen. Daarmee kijk je van welke installatie is echt kritisch. En dan doe je daar een FMECA-analyse op. Op zich werkt dat goed. Wat wij doen, we doen inderdaad op de meest kritische installaties doen we een analyse. Maar daarnaast zeggen we, je moet een loop sluiten. Ik heb deze ervaring aanpak zelf ervaren bij een grote staalfabriek. En dat blijkt daar heel goed te werken. De analyse of review die kunnen we dan doen met medewerkers die veel met installatie te maken hebben. Denk voort aan een machineteam, bestaande uit productiemedewerkers, monteurs, graag een werkvoorbereider erbij. Hetzelfde team kan zich beter houden met implementatie, met uitvoering en verbeteringen. Door de performance van de installatie te monitoren. Op deze manier heeft een MSR het optimale resultaat, doordat er meteen mee gewerkt wordt. Als er storing is opgetreden, kan de werkvoorbereider bijvoorbeeld kijken in de FMECA RCM-analyse of die storing was voorzien als potentiële storing. En kan hem eventueel nog even toevoegen, waardoor het systeem levend wordt en continu wordt verbeterd. Dan als afsluiting de samenvatting. We zien dat in een MSR worden de risico's in beeld gebracht. Er wordt beschreven wat er gedaan kan worden om de gevolgen van de storing te reduceren.
of om de kans van optreden te verminderen. En op deze wijze is ook alles geborgen in een systeem. Dat kun je weer gebruiken om bijvoorbeeld uit te zoeken welke risico's er worden afgedekt door een bepaalde onderhoudstaak. Of andersom, als een overheidsdienst vraagt om te zien hoe uw risico's zijn afgedekt, kan je dat in AMST zo laten zien. Dat is ook handig voor prioriteitsstelling. Ook als er de vraag gesteld wordt van u moet 10% bezuinigen op uw onderhoudsbudget. Dan kan je het management de keuze voorleggen. Als je deze taken, dan kan je bepaalde taken niet meer doen. Dat levert dan een bepaalde verhoging van je risico op. Dat kan je meteen in euro's uitdrukken. Het begint dus met een assessment om uw verbeterpotentieel in beeld te brengen en om een roadmap te maken op basis van waarvan u ook echt kunt verbeteren. In die nodig zorgen we dus ook voor dat de werkstroom op orde komt als goed fundament voor het implementeren van risk-based maintenance. Vervolgens doen we een analyse namens T. U hoeft alleen maar de reviews te doen. En vervolgens zorgen we ervoor dat de taken met werkinstructies en alles in uw CMMS komen en dat de taken ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. SKF levert daarvoor ook tal van inspectiemogelijkheden, trainingen, gereedschap. En dit is eigenlijk allemaal wat samenkomt in ons REP-programma. Als laatste, houd het simpel. Keep it simple. Begin met de meest kritische installaties en close the loop. Dus pak een klein stukje, werk hem helemaal af. Zorg dat het werkt, zorg dat alle mensen bij betrokken zijn. Dat zorgt voor een optimaal resultaat en dat zorgt voor betrokkenheid voor de medewerkers. Dan kunt u daarna weer de volgende installatie doen. Tot zover deze presentatie. Ik wil u danken voor uw aandacht. Ik wil nog één aandacht vragen voor een volgende webinar. Die is aanstaande donderdag. Artificial Intelligence and Maintenance. Ik denk dat Ringo daar nog iets toe kan voegen. Ja, wellicht Jan, dankjewel. Voordat ik daar nog iets over kan zeggen. we hebben ook nog een vraag gehad in de chatbox. Die wil ik jullie toch graag even voorleggen. Als 80% niet age-related is, is dus volgens het schema voor 80% van de kritische failures een modificatie nodig. En is preventief onderhoud, waaronder monitoring, niet zinvol? Vraagteken. Oh, ik zoek even de policy bij. Dat klopt. Die 80% niet kritisch, even een plaatje bij, dat komt weliswaar uit... uit de vliegtuigindustrie. Maar we zien over het algemeen dat dat... Ik loop even terug naar de sheet, dat is wel zo makkelijk, denk ik. Oh, ja, dat allemaal, sorry. Dit plaatje zien we hier zo. Sorry. Ja, hier zijn we weer. Als je even naar dit plaatje kijkt, de vliegtuigindustrie is naar 80% valt in de categorie D, E en F. In dit geval zou je alles dan en daar moeten gemodificeren. We zien ook vaak, als je kijkt naar een frequentieomvormer, daar kan je vaak, die hebben vaak redelijk random uitval. Of het heeft te maken met temperatuur of met vervuiling. In dat geval zou je het wel kunnen meten of je zou hem regelmatig schoon kunnen maken. Maar omdat de installaties steeds kritisch of steeds meer opgebouwd zijn uit elektronische componenten. Elektronische componenten hebben bijna allemaal een random failure. Dat betekent dat vaak dat je niet zozeer hoeft te modificeren. Maar dat je dan een spare part op voorraad legt. Je kan met name aan elektronische onderdelen kan je gewoon bijna nooit een goede toestand meten. Dan kun je bijna geen inspecties doen. Ik hoop dat een duidelijk antwoord is op de vraag. Ik hoop het, Jan. Mocht dat niet zo zijn, dan zou ik onze deelnemer willen vragen om daar wellicht een aanvullende vraag op te stellen. Tot dat moment wil ik u inderdaad nog even wijzen op een webinar van komende donderdag. Zelfde tijd, dus wederom 1 uur. Artificial intelligence is natuurlijk een begrip wat steeds vaker in de onderhoudswereld terug gaat komen. Iets wat een enorme vlucht heeft genomen. Iedereen die veel op LinkedIn is, die komt dat soort termen steeds vaker tegen. En het is ook gewoon een belangrijker toekomstig onderdeel van je hele onderhoudsconcept. Zoals u wellicht weet, heeft SKF vorig jaar het Israëlische bedrijf Presenso overgenomen. Presenso is een van de frontrunners op het gebied van artificial intelligence. En als afsluiting van deze serie webinars wilden we u dat onderwerp absoluut niet onthouden.
We zullen daar iets verder gaan dan alleen maar een theoretisch verhaal. Het overgrote deel van deze webinar zal bestaan uit een demo. Wat betekent dat nou? Hè? Wat is artificial intelligence? Welke software hangt daaraan vast? En wat kun je daar uiteindelijk uit afleiden? Welke grafieken ga je zien? Welke conclusies kun je wellicht trekken? De presentatie zal verzorgd worden door Ophir Glaser. Dat is de Global Director van het voormalige Presenso. Tegenwoordig heet dat SKF Artificial Intelligence. Dus denk ik als u één of meerdere van deze webinars heeft gevolgd, zou dit een meer dan waardige afsluiter zijn van deze hele serie. Oké, verder wil ik u erop wijzen dat wij deze sessie hebben opgenomen. Die zal later vandaag, anders morgen, met u worden gedeeld. Als ook de handouts van deze presentatie, zodat u later op een ander tijdstip dit nog eens rustig kunt teruglezen of terugkijken en wellicht kunt delen met collega's. Rest mij niet anders dan u hartelijk te danken voor uw aanwezigheid en voor uw kostbare tijd om deze webinar te volgen. Wij hopen dat het voor u een aantal duidelijkheden heeft gegeven. Mocht het niet zo zijn, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Ik zal zorgen dat dan bij de handouts ook de verschillende contactgegevens, zowel van Gert-Jan als van Jan, zullen worden toegevoegd. Nogmaals, hartelijk dank. Ik wens u een prettige dag verder. Blijf veilig en hopelijk tot een volgende keer. Tot ziens.